In je vakantie iemands hele tuin doen. Je moet er maar zin in hebben. 12 Oekraïense jongeren draaien hun hand hier niet voor om en zijn in Nederland voor een werkvakantie. Ze zetten zich in voor Groningers die bijvoorbeeld niet zelf meer hun tuin kunnen onderhouden. Extra bijzonder, want het land is zelf in oorlog. Stichting Present organiseert al jaren dit soort vakanties, maar krijgen meestal aanmeldingen vanuit een andere hoek. Dat was voor ons ook een verrassing. We hadden een werkvakantie georganiseerd en die opengezet. En ik dacht, daar komt een groep uit IJsselmuiden of Apeldoorn. Maar dat werd een groep uit Oekraïne. Jongeren die daar wonen en eigenlijk naar Nederland zijn gekomen voor een week om zich hier in te zetten voor wat er speelt in Groningen. Het heeft twee voordelen. Je bent even uit je situatie, maar je kunt ook een nieuwe inspiratie opdoen voor Oekraïne. Want zij werken in een daycare center waar ze veel met jongerenwerk doen, buurtwerk. Dus ze komen hier eigenlijk ook inspiratie opdoen. De jongeren spreken niet tot weinig Engels en wij geen woord Oekraïens. Gelukkig is daar tolk André. Today we will take old grass what grow and cover in footpath and we will clean here. Later we cut right now some trees here. Take all rubbish we bring out away and this is end of day will be so beautiful. I think more and more people in Ukraine. We don't think about holiday right now. Problem is Russia attacked us and destroyed country. And we realize this, we need to learn something in a good way. And our young generation, they say, we would like to go to study, to help, like training for us, you know, just and this is good for them. De jongeren blijven een week in Nederland. It's hard work, but we can do it.